Ik ben Anne Haanver. Ik geef kunst en creatie in het tweede middelbaar in het Stedelijk Lyceum Merksem. In dit vak word je volledig ondergedompeld in de kunst. Je krijgt van alles te zien, te horen, te voelen. En het is vooral belangrijk dat jullie zelf ondervinden, of dat de leerlingen zelf ondervinden, van wat vind ik zelf goed, wat vind ik zelf niet goed. Dat ze eigenlijk een beetje kennis maken met hun eigen hoesting en smaak. Bijvoorbeeld de grijswaarden met potlood getekend, maar dan bijvoorbeeld toch een beetje hedendaagser gemaakt en in een stop-motion filmpje gezet. Assemblage, dus gevonden voorwerpen die we uit hun context halen, waarvan we een totaal ander object gaan maken. Maar ook karton waarmee we werken en een bestaand voorwerp bijvoorbeeld proberen na te maken, uitvergroot of klein bijvoorbeeld. Collage, dus een afbeeldingen die je gebruikt waar dat je een totaal nieuw beeld mee creëert, iets architecturaal of iets surrealistisch. Dat kan op heel veel manieren gebruikt worden. Oké, wat heb je nodig? Een achtergrond. Je personage of object. Tape. En de gsm. We gaan een stop-motion techniek gebruiken. En de stop-motion is eigenlijk een film waar de beelden, de foto's, allemaal achtereen worden gezet. En na elkaar worden afgespeeld, waardoor je een filmpje ziet en er dus effectief een beweging of een verschuiving plaatsvindt. Dat is eigenlijk een van de oudste filmtechnieken en ook heel veel tekenfilms zijn op die manier gemaakt. Wij gaan vandaag met de robot werken en de robot zal een beweging uitvoeren. Ik heb dan wel een gsm nodig. Op school zelf doen wij dat met een iPad waar een iMotion op staat. En iMotion is een programma die dat dus de foto's allemaal automatisch achter elkaar zet. Dan leg je je achtergrond klaar. Je zet je figuren, je brengt je figuren goed in beeld. Als je een statief hebt, maar wij hebben er nu ook geen, dan zou het gemakkelijk zijn dat je je gsm altijd op hetzelfde plaats legt. Dan krijg je geen bewogen beeld. Dan wordt alles vanuit dezelfde hoek gefilmd. Dat is eigenlijk ideaal. Je legt je figuur neer zoals je het eigenlijk heel graag wilt. Dan moet je het object dat je wilt dat verschuift in beeld brengen. En heel, telkens altijd maar een heel klein beetje verschuiven, want eigenlijk heb je 24 foto's nodig voor 1 seconde. Als je 24 foto's hebt, dan heb je eigenlijk een heel mooi bewegend beeld. Dat is natuurlijk heel veel werk. Let ook altijd goed op dat je handen niet mee in beeld zijn. Deze techniek is eindeloos. Je kan er op heel veel verschillende manieren mee aan de slag. En je kan ook nadien eigenlijk op heel veel sociale media je filmpje delen. Op YouTube, op Instagram, op TikTok. Altijd heel leuk om te zien. Je komt in contact met verschillende expressievormen. Zoals dans, drama, film. En we gaan dan verschillende technieken aanreiken, zodat je zelf je creatief kan ontplooien in wat je eigenlijk echt leuk vindt.